De man kwam aan het eind van de ochtend de zaak binnen. Die heeft haar medewerkster bedreigd met een mes. En uiteindelijk is hij er vandoor gegaan met een ketting uit de juwelierszaak. Veel plezier had de dief niet van de ketting. De medewerkster liet het allemaal niet over haar kant gaan. Nadat hij gevlucht was uit de juwelier, heeft de medewerkster erachteraan gerend. Heeft ook een andere man benaderd en gevraagd of hij 112 wilde bellen. En aan de meldkamer is dus eigenlijk de locatie van de verdachte doorgegeven, continu. En uiteindelijk hebben agenten hem op de Zwalmerstraat de remont kunnen aanhouden. Eigenlijk wel een heldendaad, hè, van zo'n vrouw. Ja, heel goed werk. Dankzij de hulp van omstanders is die overvaller dus gepakt. Wat we daar wel altijd natuurlijk bij zeggen is, denk ook aan je eigen veiligheid als je achter een overvaller aangaat. Maar in dit geval was het gewoon een goede zaak. De man is overgebracht naar het politiebureau en hij zit nog vast.